Eindelijk is het zover. Ook wij kunnen vanaf vandaag een Hollandse Nieuwe genieten. Gisteren werd het eerste vaatje geveild voor iets meer dan de gemiddelde prijs die wij zullen betalen bij de visboer. maar liefst 53.000 euro is uh, het resultaat van de veiling. Van die opbrengst zal het Ouderenfonds. heel veel eenzame ouderen die we in Nederland kennen. een dagje uit naar het strand aanbieden. en natuurlijk een haringje eten. En hoe smaakt die, de Hollandse Nieuwe? Iedereen vindt hem heerlijk, zacht. Hij is zacht uh, van structuur, een mooie zilte smaak. En uh, het is goed geweest dat de startdatum, zogezegd acht dagen, is uitgesteld. Want uh, dan was die zeker nog niet goed genoeg geweest. Maar dit wachten, dat uh, blijkt de moeite waard geweest te zijn. Waarom werd het geduld van de haringliefhebbers nou precies op de proef gesteld? Ze vangen het hele jaar haring. Maar de haring die ze vangen om te kunnen verwerken tot Hollandse nieuwe, die moet uh, een bepaald vetpercentage hebben. En die vangst die gebeurt zeg maar, in een periode van zes, zeven weken. En dan heb je daarvoor uh, wat warmte nodig, maar ook het nodige zonlicht voor die maagvulling van die haring die zich op moet zetten in een vetpercentage. En dat bleek gewoon begin juni nog niet goed genoeg om die productie door die haringverwerkers in gang te kunnen zetten. Maar hoe eten we zo'n vette, heerlijke haring nou eigenlijk? Traditioneel eet je zo'n Hollandse nieuwe aan de staart. Met of zonder uitjes, dat is ook een kwestie van smaak. En dan uh, achterover en hem langzaam in je mond laten glijden. Lekker hè? Mm.